Helemaal in het begin merkte ik eigenlijk vooral dat ik heel erg gestrest was, zenuwachtig. Ik zat net in de brugklas en ik sliep er slecht van. En ik had trillende handen, hartkloppingen. En dat waren vooral de eerste dingen die ik er zelf van opmerkte. Mijn naam is Itonda Verschoor en ik heb een hyperthyroïdie door de ziekte van Graves. Toen ik bij de huisarts was geweest, was de hartslag al zodanig hoog gemeten dat mij werd geadviseerd om ook niet meer te sporten, omdat dat gevaarlijk was. Daardoor kon ik op school bijvoorbeeld niet meedoen met gym, waardoor ik wel merkte dat ik soms raar werd aangekeken door klasgenoten en daardoor enigszins buiten de boot viel, omdat ja, ik zelf en anderen het ook niet goed begrepen wat er nou aan de hand was. Wat voor mij ook vooral naar was, was dat het voor mij vaag was, maar daardoor voor anderen ook, waardoor ik er steeds vragen over kreeg. Toen dacht ik, ik moet het eigenlijk gewoon duidelijk aan iedereen vertellen. Dus ik heb een keer aan een docent gevraagd, mag ik even voor de klas vertellen wat er nu met mij gaande is? En dat heb ik toen gedaan en dat heeft ook echt wel geholpen. Daardoor konden mensen zich beter inleven in wat ik nou meemaakte. Dus begrepen ze beter wat er aan de hand was. Ondanks dat heb ik een heel actief leven. Ik studeer geneeskunde, een hele zware studie. Ik ben actief lid bij een studentenvereniging en op de sportschool doe ik aan powertraining. Toch overkomt het me wel eens dat ik mezelf voorbij loop, maar dan merk ik dat ook vaak wel meteen en dan moet ik even een stapje terugnemen. Ik wist nog erg weinig over deze ziekte en daarom ben ik op zoek gegaan naar informatie. Ook was ik benieuwd of er andere tieners waren met deze ziekte. Zo ben ik uitgekomen bij schildklierorganisatie SON. Op de website van SON vond ik veel nuttige informatie en tips. En ik heb me geabonneerd op het magazine Schild. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan een artikel over mijn ervaringen, omdat ik het belangrijk vind om jongeren die nu deze ziekte krijgen te kunnen helpen. Nu hopen we ook met filmpjes via social media jongeren te bereiken.